op de rugspanning. We zijn ook niet echt de wielerstad, maar wel de sportstad en de sportsinleringsstad. We houden brede sport en de jeugd op volgende dingen zijn. En we worden allemaal met de sport en de rug en de zaak en de restaurant te hoog en we zijn op volle positie maken. Ik denk dat het in mijn huis nog meer dan 70 doen. Ik denk dat het in mijn huis nog Thank you.
is de bedoeling daarvan? Ja, vinden we leuk, zegt hij zo. Ik zeg, oké, dan pak ik even foto's thuis. Dan fotografeer ik je kenteken. Man, die gaf gaan ze op een gegeven moment dat hij naar de rij komt. Ja, dat denk ik. Oh, joh, dan rennen bijna van de zakken af. Die rennen bijna van de zakken af, hè. Dus, kreeg ik toen op een gegeven moment van de politie Maastricht kreeg ik een represaille dat ik het kenteken gefotografeerd had. Ik denk, ja, ik moet wat tegen de schenen aan kapot rijden, laat ik kapot rijden en dan naar dit, hè. Ja, want je had de aangifte had opgenomen van je rijder. Van die bestuurder. Thank you.
Nee, kom maar eens. Nee, ja, kom maar eens. Nee, hier is het heel te kunnen donderen. Ja, maar zeg maar, het kijken komt er altijd erbij. En daar beginnen ook te zien de Remco Schouten. De kunnen Jan Brakel. En nog 3 ronden te rijden.
is Maartje ook naar het podium komt. De ronde is Maartje, kom maar om zo meteen de bloemen en de felicitaties uit te gaan reiken. Dan gaan we de mannen naar het podium vragen. Uiteraard gaan we dat doen met een applaus op de derde plaats in deze tweede sessie van de HLB van Dalen in Rodenloop. Een applaus voor Stef Krul. Stef Krul is de nummer 3 van vandaag. Krijg bezoek van onze ronde is Maartje met de felicitaties en de bijbehorende bloemen. Van 3 gaat de naar 2 in deze rode blok. Tweede plaats voor de man met de blonde lokken uit de rode, Atte Poster. En ook voor Atte zijn daar de felicitaties en bij de bloemen van de bloemcircus. Annika, en die heeft dus soms onmis, overal het aan Atte Poster. 1 podiumplaats gaan we invullen met een man die al lang en breed binnen was hier in Kerkrade. De winnaar van de tweede positie van de HLB van Taal in Rode Omloop. Uw applaus voor Sjoerd Max. Er staat daar een geweldig mooie top 3, geplakkeerd door de wethouder Joost Lange namens de Beter Kerkrade. Maartje erbij, de ronde is. Kan er maar naast staan, Maartje kan er maar bij staan bij het podium. Maar dan horen de foto's alleen maar mooi. En mooie foto's, mijn dames en heren. Een lijstje met een mooi applaus. Laten we horen hier in Kerkrade voor Stef Krul, Atte Poster en Sjoerd Max. Tegen deze mannen dikke voorzet met de podiumplaatsen vandaag hier bij de Rode Omloop. Gaan we even verder en dat gaan we doen met een bergdagklassement. Terwijl de Jodoscheid-bokaal gaan we overhandigen aan de man die kwam, zag en overwon op het Duivelsbos. Met de nodige punten daar de beker binnen gehaald. Een geweldig applaus voor de winnaar van de bergprijs vandaag, Thijs de Lange. Op het podium hebben we niet alleen onze rondes, maar we hebben daar ook Nicole Dorscheid. En Nicole is de dochter van dus inderdaad Jo Dorscheid, maar waar de bokaal is genoemd. Winnaar van de bergprijs krijgt dus die Jo Dorscheid bokaal. Oprichter dus van deze rode loop hier in Kerkrade. Winnaar van die mooie trofee met heel veel punten. Krijgt de bergprijs aan het Duivelsbos. Hier een applaus inderdaad voor Thijs de Lange. Door de Nederlandse Loterij Topcommissie uitgeroepen door de meest strijdlustige renner van vandaag. Naar het podium voor de presentatie en uw applaus, Atte Poster. We hebben allemaal weer daar de presentaties van onze rondemis Maartje. De winnaar dus van het strijdlustigassement van deze rode blok. Man uit het noorden, man uit de rode, man met de blonde lokken en de bloemen. En uw applaus voor Atte Poster. Uiteraard ook de wethouder Joost Lange met de presentaties voor de meest en dus de winnaar van vandaag. Gaan we verder met de totaalklassementen van de Nederlandse Loterij Competitie. Beginnen we met de bergprijs. De bolletjestrui voor de man die ook vandaag al de bergprijs in handen had. Had al de bolletjestrui en die zat steviger en steviger op de schouders. Allemaal een geweldig applaus voor Thijs de Lange. Namens de Nederlandse Loterij Topcommissie is het Klantens met de bolletjestrui. De bolletjestrui werd overgemaakt door Racewits Polis. Racewits Polis staat op de tricot en daaronder natuurlijk Peter TKH, winnaar van het bergklassement van de Topcommissie. Komt u nog een mooie inzet voor deze Thijs de Lange. Handje over, jawel, heeft hij. En dan krijgt hij nog een keer de zoek erbij van Maartje en de broer erbij van Boetsenkunst Annika. De winnaar van het totale bergklassement over de hele topcommissie. Een geweldig applaus voor Thijs de Lange. Gaan we verder met de blauwe trui van Boom, de beste clubrenner in het klassement van de Nederlandse topcommissie na de wedstrijd vandaag hier in Kerkrade. De man die al kwam hier naar Kerkrade, het rood, wit en blauw, krijgt zometeen de blauwe trui van Boom. Geweldig applaus voor de beste clubrenner, Robin Lubbeck. Van Alec
Over dat mooie grote taal van ik de zonnebedraagse buur de blauw draaien van het boel. Draaien van het door Auke Hoeks. En die wil het zo snel doen dat hij de trui achterstevoren heeft aangedaan. Wat is hij aan het doen? Die andersom. Ja, hij moet andersom. Auke zegt, ja, ik ben niet opgeleid voor rondenwezen. Daar hebben ze een andere mensen voor. Maar hij rijdt de trui graag uit. De beste clubrenner in de topcompetitie 2019. En uiteraard hier op het hoogste treden van het erepodium hebben we dus inderdaad Robin Lubbe. Is dit, jawel, is dit. En dan gaan we kijken naar de onze ronde is. Even zoeken en uit de bijbehorende ronde namens Bloedziekus Annika voor de beste clubrenner van deze topcompetitie. Uw applaus voor Robin Lubbe. Daar gaat ook de wethouder met felicitaties namens de gemeente Kerkrade voor de beste clubrenner. Gaan we verder met het jonge klassement van deze topcompetitie. Winnaar van het jonge klassement van de witte trui van Abus. Een geweldig applaus voor Dylan Bamas. Dylan, zo ben ook voor deze jonge man winnaar van het jonge klassement. Kunst Tamara, zorg voor de mooie bloemen, de mooie boeketten. Haartje op zijn mooie ronde is, heeft zijn boeket van Tamara in de handen. En die gaat ze overhandigen aan de winnaar van het jonge klassement. Hier op het hoogste treden van het erepodium. Deze Nederlandse loterij topcompetitie. Een geweldig applaus voor Dylan Bamas. En dan de Jake, heeft hij al bloemen? Ja hoor, hij heeft al bloemen. Maar hij gaat er volgens mij nog meer krijgen. Want ja, als je dan als beste jongere zo hoog eindigt in het klassement hier in Kerkrade, dan gaat er zometeen over dat mooie wit van Abus nog een hele mooie oranje trui. Want allemaal mag jij naar voren, de winnaar van de Nederlandse Cupcompetitie, dames en heren, Dylan Bamas! En bedenkt de leuke allemaal weer te zoeken. En een mooie oranje trui. Oranje trui werd ook gemaakt door Mats Salden. Rijderhandelen hier in Limburg. Mats Salden dus staat er op de trui. Mats Salden wielersport. Daaronder dus die mooie sticker van Metec TKH. Interendel Salden. Waarvan dus de winnaar is van de Nederlandse Loterij Topcompetitie. Niet alleen een mooie trui. Maar ook van de is een mooie fiets. Een mooie Bianchi te waarde van 3000 euro. Werd ook gemaakt door Mats Salden. De winnaar van de Topcompetitie. Bovendien, daar krijg je een hele mooie pokaal. Zeker voor de winnaar van de Nederlandse Loterij Topcompetitie 2019. Dylan Bamas. Dylan heeft handjes te weinig, want uiteraard hoort daar nog een mooie trui bij. Van Patricia Appelsien. Een mooi stagecontract heeft deze mooie jongeman binnengehaald. Een mooi stagecontract dus bij de formatie van Patricia Appelsien. De winnaar van de Nederlandse Loterij Topcompetitie. Beste jongeren, beste man ook in het oranje hier op het podium. Hoort het beste applaus van Zuid-Limburg. Laat hem horen voor Dylan Bamas. Van de badmeister is er niet, maar hier boven het. We zorgen wel dat die rode trui van Trivio uiteraard bij hem terecht gaat komen. We gaan ook nog verder met het uitreiken van de proefklassement. We dragen de formatie van Metec TKH. Dus allemaal van Metec TKH graag naar het podium. De winnaars dus van de Nederlandse Loterij Topcompetitie 2019, de mannen van Metec TKH. Vandaag de wedstrijd kleur gemaakt, vandaag de wedstrijd ingekleurd en hard gemaakt ook. En daarmee dus een mooie eindoverwinning van Dylan Bamas. Het bergklassement daar met Thijs de Lange. Beste jongen is uiteraard ook Dylan Bamas en die vindt dus een mooie stagecontract bij Katusha Alpassin. Hier staan de mannen en die krijgen bezoek van Maartje de Rondemis hier in Kerkrade. En uiteraard hebben zij de bloemen. De bloemen dus die worden overhandigd door onze Rondemis en uiteraard daarbij de felicitaties.
Doe van Groepse Kunst Tamara. De broeders van de mannen hier op het podium. De winnaars van de ploegenklassement Nederlandse toekomstmuziek 2019. Met winnaar van de Nederlandse Loterij. Hier staat een mooi en vol podium. Als het podium vol is, dan gaan de handjes lucht in en uw handjes gaan op elkaar voor de winnaars van de ploegklasse met DTECH TK. De mannen van DTECH komen hier achter de schermen wachten, jongens, met de hele formatie. We willen graag nog een ploeg hier naar het podium halen. We straks de champagne gaan afkurken en de eindwinnaars hier in het zonnetje gaan zetten. Willen we graag naar het podium halen. De formatie van Electo. Electo, mannen die deze topcompetitie van begin af aan hebben kleurgegeven. Meerdere mannen gaan meedoen, meerdere malen winnaars van de topcompetitie. Deze mannen vandaag de laatste dag van de topcompetitie in de kleuren van Electo. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. En ook graag de opleiding, dus ook voor de mensen van natuurlijk de begeleidende formatie hier naar het podium. Het vakkastlijn, straks op er even bij hoor. Houd Demi Dumper, houd winnaar van de competitie, jawel. Kom maar eens even voor. Zoals we zeiden, de formatie van Electro dus. De laatste maal in de kleuren van Electro. We houden op na dit seizoen. Onder de naam Demi Dumper vanaf de win van de competitie meegedaan. En ook meerdere malen eindwinst gepakt op de competitie. De anderen willen ze graag in een zonnetje zetten. Ik ga de microfoon overgeven aan Flavio Pastino namens de topcompetitie. Draaien over u.
zou de rode klok van 6 uur voor 8 uur gaan. Het is ineens ver over de klok van 7 uur bijna. We gaan richting 7 uur. Dames en heren, hier in Kerkrade, u wel u vanaf deze plaats. Mede namens de collega's van de KWU jury. Mede namens de mensen van de Nederlandse Loterij Competitie. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier bij de tweede editie van de HLB van Daal de Roda. Rondloop hier in Kerkrade. Tot straks, wel thuis. En u weet tot een volgende gelegenheid.